Hier zit ik lekker te schilderen. Dan zit ik zo op mijn ezelstoeltje. En dan zit ik hier lekker te werken. Hier maak ik graag mijn werkstukken. Dit is een schilderij van de Goede Herder die ik gemaakt heb. Dus Jezus met de schaapjes. En hier heb ik mijn verf allemaal staan. En mijn vernis. En mijn penselen. Alles. En hier heb ik een grote... Hier heb ik een grote schraag. En daar heb ik al mijn werkstukken in die ik bewaar. Zoals dit. Dit is een meisje wat heel erg in zichzelf is gekeerd. Ik ga even wat dingen laten zien. Wacht even hoor. Dit is misschien heel leuk. Dit is een meisje in het gras. Dit is een meisje met een poesje. Dit zijn twee kindertjes. Dit is een meisje op een zwaan in de nacht. Dit is ook een meisje die speelt met een poesje. Dit is de kerstman. En dit is een jongetje die de beestjes in de winter laat schuilen. Dit is een kabouter. Maar wacht even hoor. Dit is een kabouter. Dit is een meisje met bloemen. Dit is een Japans schilderijtje van een moeder met kind. Dit is een eenhoorn. Die ligt in het gras. Dit zijn wat dames. Even zien. Kijk, deze is ook heel mooi. Van een meisje die de haar borstelt. Dit is van een meisje die in bed ligt op de schouder. Rust. Dit is een meisje wat in bad is geweest. De haar droogt. Dit is een danser. Balletdanser. Dit zijn ook ballerina's. Ballerina's. Ballet. Ballet. Nog meer ballet. Paardjes in de wei. Moeder met veulen. Dit is mijn hondje Curly. Een Spaans windhondje via Stichting Greyhounds in Nood Nederland bij ons gekomen. 10 jaar geleden was ze heel angstig. En nu is ze al 12 en heel erg lief. Dit is onze Diddeke. Jack Russeltje. Die leefde in een bijkeuken. En daar kwam ze nooit uit. Toen hebben wij haar meegenomen. Dit is een olifantje. Dit is onze Debbie. Die leefde tussen de golfplaten. En die had niet veel te eten. En die kwam bij ons toen ze een paar jaar was. En... nou, die is inmiddels ook zo opgeknapt. Dit is schilderij van koetjes. En daar heb ik ook een schilderij bij gemaakt van roodbonte koetjes.
Ze lachen een beetje, zie je. De koetjes hebben het naar hun zin. En dit is ook nog een schilderij van olifanten. Dit is een poesje. Helemaal gemaakt van kleine streepjes. Alleen maar kleine streepjes. Dit is een paard met een vrouw. Dit zijn kindertjes in het veld. En dit is onze Lauke, die is overleden. Deze heb ik gemaakt met pastelkrijt. En dan heb ik het meisje, of de zwaan, nog een keer geschilderd, een beetje anders. En dit zijn twee poesjes. En dit is een varkentje. Knorretje. En dit zijn twee papegaaien. Mooie rood staart papegaaien. Dit zijn nog twee papegaaien, een beetje vanaf de zijkant genomen. En dit is een adelaar. Arend. En dit is een engeltje. En dit zijn bloemenkinderen. Ik krijg hem er niet tussenuit. Even zo doen. En dit is nog een engeltje. Dit is een beetje. Dit is een circusmeisje. En dit is iemand die over de weide kijkt. Dit is wat Egyptisch werk. Nefertiete. Dit is Punky Lady. Dit is werk wat ik gemaakt heb met een spons. Dit zijn ongeboren baby's. Dit is ook een babytje in de baarmoeder. Tweeling in de baarmoeder. Nou, en zo heb ik dus heel veel werk. Nou, er hangt hier nog wat aan de muur. Wat ik zelf gemaakt heb, een beetje in de stijl van Sate Ali. En dit zijn twee zusjes, die schuilen bij elkaar. En die hangen hier aan de muur. Die vind ik zelf heel mooi. En dit is Jezus in gebed. Die vind ik zelf ook prachtig. Nou, dit is dus mijn plekje. En dat is een poesje. Ik maak dus ook soms abstract werk. Met allemaal kraaltjes en dingetjes. En dit is een poesje wat lacht. Ook een heel tevreden poesje. Nou, dus dit is mijn plekje. Waar ik altijd lekker zit te schilderen. Dan heb ik hier een fauteuil staan. Kan altijd iemand lekker bij me zitten. Dus dit is zo mijn hoekje. Kijk hier ook wel eens tv. Als ik eventjes lekker apart wil zijn. Even rustig, ik heb mijn hondjes dan zo in de mandjes bij me. Nou, dat is dus mijn hoekje van waaruit ik werk. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om het te zien.